Mag ik iets vragen? Zou u eventueel een kalender willen kopen? Van? Dat is voor de gehandicapten, voor mijn reis naar Lourdes. Dat is voor de gehandicapten. Zo staat, maar nee. En tegen racisme. En voor de Vrouwendag. Wat is het voor operatie dat je moet doen? Het is wel heel erg. Het is volledig onder narcose. Ja. En ze gaan eigenlijk volledig mijn benen vervangen. Ah, ja. Dus, oh, God, dat is iemand die wel kan lopen en die is bereid om eigenlijk zijn benen te wisselen met die van mij. En wat gaat die dan doen? Die gaat dood dan of wat? Nee. Die gaat kalenders verkopen. Heb je dat deze? Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is 8 euro. Ja. Nou, kijken voor wisselgeld. Allee. Je kunt niet lopen nu. Ja, recht staan dat gaat, maar lopen is moeilijk. Korte afstanden dat gaat, hè? Ja. Zo, en wat springen dat gaat ook, maar het moest ik nu echt zo 10 uur aan een stuk moeten hard lopen, dat zou moeilijk zijn. 10 euro moet ik nog krijgen. Ja, maar dat is al dat ik heb. Ik denk dat hij toch 2 kalenders gaat moeten kopen, want kan niet terug van 20. Ja. Ik zal ze laten missen. Ah ja, maar ik zal even meegaan. Oh, ja. Dag meneer, bent u soms geïnteresseerd om een kalendertje te kopen? Niet geïnteresseerd? Even papieren alsjeblieft. Uw paspoort alsjeblieft. Dat ziet er niet goed. Nee, ik denk... Ik geloof niet dat dat een echte pas is eigenlijk. Een pas. Als je geen kalender koopt, moet jij met een pas hebben. Dat uw leven wordt een klein beetje ingewikkelder als je geen kalender koopt. Ik ga zeggen 5 euro en ik zie alles door de vingers. Dus zowel het voertuig dat niet in orde is als de kinderarbeid. Want ik zie die jongen ook trappen. Hoe zegt u? Mag ik dat hier rijden met een brommer? En wel, als u een kalendertje koopt van mij, dan zwijgen we erover. Ja, ik heb nog niks mee. Je hebt geen geld bij. Ja. Check, ik pak een kalender en dan is alles goed. Ah ja, dan is alles goed. Dat is omkoperij. Dat is geen omkoperij. Dat is intimidatie. Ja, dan ga ik misschien uw brommer moeten in beslag nemen. Hè. Dat zou wel meer dan 12 euro waard zijn. Hè. Kijk, kan hier zo... Kijk, het valt hier iets uit uw zak. Voilà. Probleem wordt erger. Wat is dat hier? Cannabis. Maar kijk, mevrouw, ik kan hier ook... Dat valt hier iets uit uw zak precies. Ik kan daar een probleem van maken en u meenemen naar het bureau. Of u kan een kalendertje kopen, hè, voor 18 euro. Als je een kalender koopt, hè, 2 voordelen. Ik laat u gaan. Plus, je kunt exact uitrekenen hoeveel tijd dat je nog in een bak moet zitten. Moet ik in de bak? Ah, wie weet, hè, ja. Laatste bot, 10 euro. Ik ben al onder mijn prijs aan het gaan. Uw helm? Ja, dat krijg ik niet. Uw muts? Ja, die krijg ik niet. Voilà, het is goed. Kan je een kalendertje bijgeven? Mag ik die? Ja. Ik vind een vrees voor een muts. Pak ik liefst mijn kat. Liefst mijn kat? Mevrouw, wilt je soms een kalender kopen? Een katjespoesjes kalender? Nee? Ik heb verschillende katten. Nee, geen tijd. Mooie kalenders. Het is voor de Giro. Het is soms een kalender kopen. Het is van voor de mensen in Libië. Voor de Giro. Het is voor de scouts. Dat is het. Het is voor de scouts. Voor een ander goed doel. Het is voor een goed doel naar keuze. Ik verkoop kalenders. Voor wat is dat? Wel, dus dat is voor het volgen van de aparte dagen die aanschouwelijk per maand geselecteerd zijn. Dus dat je bijvoorbeeld weet wanneer dat maandag is of wanneer dat donderdag is. Het is voor het goede doel. Maar hoe je het doet, maar heb je wel veel goede doel. Ja? Dat is waar, hoor. Ja. Ah ja, maar ik geloof u. Het is voor de slachtoffers van Libië. Of van Tunesië, die daar het liefst zit. Wat zijn van, dat voor van die? Katjes. Dat zijn katjes. Witte katjes. Dat zijn Perzische katjes. Allemaal witte. Ja. Witte kat. Hier heb ik boerkatjes. Dat is iets speciaals. De kalender kost 5 euro. Allee, hou, ik zal hem kopen. Is het waar? Dat is vriendelijk, mevrouw. Nou, om een vlieger, ja. Ik heb hier een nood aan de rood. Ja, ja. En dank u voor het geld, hè, mevrouw. Ja. Allee, hou, we zijn er weer water. Allee. Conclusie, op één sympathieke dame na zei iedereen basta tegen de allochtone versie van Jonas. Zelfs een laatste ultieme poging bleek helaas weinig succesvol. Mevrouw, kalenders? Het is ten voordele van gehandicapte Marokkaanse politieagenten. Nee, ik heb er van poesjes, van varkentjes. Ik weet, dat is een onrein dier, maar op kalender is zeer schoon, vind ik. Kalender? Iemand?